Hoi en welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 11. Het is half februari, carnaval zit hier weer op. We hebben alles opgeruimd, we hebben heel veel schmink verkocht. Daar was ook de halve winkel voor omgebouwd, maar het is weer allemaal back to basic, back to magic. We hebben een heleboel nieuwe dingetjes, maar zoals je van mij gewend bent, zie je ook een aantal oudere dingetjes. Want het blijkt dat vaak de oude dingen nog populairder kunnen zijn dan de nieuwe. We beginnen met een item wat al enige tijd op de markt is, maar wat wij eigenlijk pas net als nieuw hebben. Let goed op. Wat zie je hier? Je ziet hier een vijftal kaarten. Maar de vraag is, welke kleur rugzijde hadden die kaarten? Blauw? Oké. En hoe zag de onderste kaart eruit? Blanco? Nou, de onderste kaart was echt niet blanco, maar dat was een aas. Sterker nog, als je goed had opgelet, had je gezien dat al die kaarten samen een royal flush vormden en rode rugzijde hadden. Dus geen blauwe rugzijde. Dit is de pokertest. Eén van de mogelijkheden met de pokertest. De pokertest kost €27,50, ontvang je met de speciale gimmickkaarten. Dat wil zeggen, dat zijn de blanco's. Alles wat je wil laten verschijnen, dat dien je zelf toe te voegen uit een kaartspel naar keuze. Ik heb gekozen voor bicycle kaarten, een royal flush. Maar je kunt ook multiple revelation doen, dus meerdere gekozen kaarten laten verschijnen. Of laten veranderen van blanco naar de gekozen kaarten. Je kunt four of a kind produceren, dus bijvoorbeeld alle vieren, alle vijven. Naar keuze. Hele DVD, borden vol routines met de gimmickkaarten voor €27,50 en het heet Pokertest 2.0. Dan, deze is ook een leuke en een favoriet hier in de winkel. Een staafje, ik noem het even een paddle. Die paddle is aan beide kanten voorzien van elastiekjes. Dat is logisch, want als je een elastiekje er rondomheen doet, zit het aan beide kanten. Stel voor, je neemt de 5 cent, je plaatst de 5 cent onder een elastiekje, op deze manier. Zo. Je drukt erop, dan heb je plotseling aan twee kanten 5 cent. Dat is raar. Stel voor dat je nu ook nog 10 cent erbij neemt. Je zet de 10 cent onder het tweede elastiekje. Zo. Druk erop, heb je aan twee zijden 5 cent en 10 cent. Dus je hebt zo net je geld verdubbeld. Stel voor, je pakt nog 20 cent. Die zet je onder het derde elastiekje. Dus 5, 10 en 20. Druk je op die 20 cent. Heb je aan beide zijden 35 cent. Hoe word je snel rijk? Daar zullen we niks op zeggen. 5 cent, 10 cent, 20 cent, maal 2. Dat betekent 2 keer 5 cent. 2 keer 10 cent. 2 keer 20 cent. Dus we hebben zo net van 35 cent 70 cent gemaakt. Dit schiet niet echt op. Kijk, als je nou papiergeld zou hebben, dan zou het beter zijn. Dus als je bijvoorbeeld... Oh, kijk, dat is beter. Als je bijvoorbeeld 5 euro zou hebben, kijk, dan zou het tenminste een beetje opschieten. Dan hebben we al 5 euro 70. Kijk. Nou, dan vragen heel veel mensen natuurlijk, joh, hoe werkt dat nou? Waar komt dat geld vandaan? Kun je dat verklappen? Nou, ik kan niet verklappen hoe het werkt. Kijk, heel veel mensen denken dat alles werkt met spiegels of dat goochelaars dingen uit de mouwen halen. Oké, ik zal het wel verklappen. Deze werkt met spiegels. Echt. Geloof je niet? Let op. En spiegels. 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 En nog meer spiegels. Sterker nog, als je nu wrijft over één kant van de spiegels, kun je zelfs de spiegels aan één kant ook weer laten verdwijnen. En als er nu mensen die zeggen van, hey, geef dat ding eens even hier, geef het gerust uit handen voor onderzoek, geen probleem. Dit is de money pedal. De geldpedal. Gewoon elastiekjes eromheen. Ik laat hem zien zoals ik het net heb getoond hier in het filmpje. Dus mijn eigen variatie. Ik zeg niet dat het niet bestaat, maar zo laat ik hem altijd zien. Je ontvangt de pedal met een online link naar een video waar je leert hoe de pedal werkt. Kost €15. Let op, we hebben twee money pedals op de site. Dit is de money pedal deluxe, is van hout. We hebben dit ook in een plastic uitvoering, iets goedkoper, €10. Dit is de mooie uitvoering van hout. Money pedal, €15. En we zijn weer €5,35 rijker geworden de laatste 3 minuten. Hoe snel kan dat gaan? Oké. Dan.
ook een cool gadget. Mocht je vaak munten buigen of andere metalen buigen tijdens je acts, en heb je wel eens dat je denkt op een feestje, goh, had ik nu maar iets bij me waarop ik die vork die hier ligt even snel kon buigen, of die munt, dan kon ik hier een cool effect laten zien. De oplossing. Bends. Wat is bends? Nou, bends, de naam zegt het al, buigen. Een sleutel. Een autosleutel. Deze sleutel stelt je in staat om munten te buigen of andere metalen te buigen. Check het filmpje op de site, dan zie je een beetje meer hoe het werkt. Dit hang je aan je sleutelbos, simpel zeg, of je stopt gewoon in je zak. Het is in ieder geval heel compact. En op het moment dat je het nodig hebt, kun je deze gimmick gebruiken om munten te buigen. Ik zal het nu niet laten zien, om niet te veel te verklappen. Dat heeft er meer mee te maken. Het is enorm sterk materiaal, heel sterk gemaakt. Binnen een paar seconden heb jij het metaal wat jij wil gebogen. Om het vervolgens te gebruiken in een routine. Dus het is geen truc op zich, maar het is een hulpmiddel wat je kunt gebruiken tijdens de routines. Nou, met de sleutel ontvang je instructies. Online. Er staat een link hier in het doosje. En daarom kun jij precies zien hoe je je bends kunt gebruiken. Bends kost €42,50. Yes. De technologie gaat vooruit, dat merken wij ook. Hier staat het. Stel voor, je plukt een lampje uit de lucht. Kijk, het kan bijvoorbeeld. Of je eet een lampje op. Heerlijk. Of je plukt nog een lampje uit de lucht, stopt in je oor en haalt het uit je andere oor tevoorschijn. Dit zijn de bekende D-lights, maar dit zijn wel hele felle D-lights. Hele felle D-lights, dat wil zeggen enorm fel. Ze zijn nu al niet meer op volle sterkte, omdat wij ze in de winkel al een aantal dagen gebruiken. Deze zijn super fel. En het is zo'n truc. Oké, wat zijn D-lights? Nou, ik ga niet verklappen hoe D-lights werken, dat zou zonde zijn. Wat ik je wel kan vertellen is dat D-lights enorm veel verkocht worden. Dit zijn geen originele D-lights van Rocco, laat ik dat even bij zeggen. De Rocco D-lights hebben we ook. Dat zijn allemaal die zwarte doosjes op onze pagina. In de categorie accessoires, D-lights, lampjes. Daar heb je heel veel versies waarbij je lichtjes uit de lucht kunt plukken. Die werken allemaal op knoopcelbatterijtjes. Niks mis mee, verkopen we al jaren. Maar die zijn niet zo fel als deze. Plus, batterijtjes op lange termijn, die gaan echt lang mee, raken leeg. En dan zul je ze of moeten vervangen of nieuwe D-lights kopen. Nou, dit, de D-light Pro Set, ontvang je met een, jawel, oplader. Dat wil zeggen, je plukt je geheime gimmicks aan de adapter. Steek de adapter in het stopcontact en binnen 5 minuten heb jij je D-light weer helemaal volgeladen. Je ontvangt de set van 2 gimmicks, dus wat ik net deed, dat kun jij dan ook. Super felle D-lights met oplader en uitgebreide Nederlandse instructies voor de prijs van €37,50. D-lights Pro Set, de D-lights Extra Bright, oftewel extra fel. Dan kregen wij laatst een tip van een klant en die zei, René, want zo heet ik. Ik heb een heel gaaf ding, waarom verkoop je dat niet? Ik zeg, wat? Hij zegt, het is een blokje. Ik zal even laten zien. Het is een blokje. Dat geef je aan een toeschouwer. En je vraagt een toeschouwer om een getal op te schrijven. Diezelfde toeschouwer geeft het blokje aan toeschouwer nummer 2. Die mag ook een getal opschrijven. Die toeschouwer geeft het aan toeschouwer nummer 3. Die mag ook een getal opschrijven. En nu komt het. Diezelfde toeschouwer geeft het aan een 4e toeschouwer die het mag optellen. Je hoort het goed. Er komt geen goochelaar of mentalist aan te pas. De toeschouwers geven dit blokje door. De 4e toeschouwer telt het getal op. En toch weet jij welk getal het totaal is. Sterker nog, jij bepaalt dat getal. Ik ga niet uitleggen hoe dit werkt, omdat iedereen deze video uiteraard via internet kan bekijken. Maar mocht je weten welke principes er op de markt zijn, dan weet je dat je normaal niet de toeschouwers zelf het blokje kunt laten doorgeven tot op het einde. Dat kan met deze wel. Zeer slim gemaakt. Het enige wat ik kan zeggen is, het is ultramagnetisch. Dus daar heeft alles mee te maken. Je ontvangt de Kozak pad, want zo heet die. Er zitten refills in. Er zijn een hele blokje met papiertjes. Je krijgt uiteraard instructies erbij. 2 refill pads. Nou, als die op zijn, wij gaan proberen die ook te laten maken, eventjes dat we die ook kunnen verkopen.
Zover ik weet is het niet meer lang op de markt. Er zijn nog maar een aantal exemplaren beschikbaar. We hebben ook een aantal weer verkocht. Dus op is op. De Kozar Prediction Notepads. Kost €52,50. En als je iets met mentalisme doet of iets in deze richting wil doen, absoluut een aanrader. Kozar Prediction Pad. Kijk. Een gouden ouwe. Kaartspel. Iemand mag een willekeurige kaart aanwijzen. Nou, iemand mag een kaart ergens aanwijzen. Maakt niet uit waar. Ik pak even ruit 6 voor het idee. Die ruit 6 gaat ergens terug in het spel. Maakt niet uit waar precies. Zo, hier. Ruit 6. En zeg je, let op. We gaan de kaart in twee helften omkeren. Dit is één helft. Zo. En een tweede helft keren we ook op. En dan komt het grappige. Als je namelijk wrijft over de onderste kaart, dan wordt die blanco. Sterker nog, niet alleen de onderste kaart, maar ook de tweede, derde, vierde, vijfde. Alles wordt helemaal... alles behalve de ruit 6 wordt helemaal blanco. Je vraagt de toeschouwer om zijn hand open te houden. Leg de kaart even op. Alles wordt helemaal blanco. Volledig blanco. Je kunt ook echt alles uitspreiden. Blank. Dus je kunt de kaarten vastpakken, ze willen, het zijn echt allemaal blanco kaarten. Oh ja, welke kaart was ook alweer gekozen? Was het ruiten 6? En ook die is blanco. Deze truc heet Fade Out van Mir Jedid uit Amerika. Kost €20 en is uiteraard te bestellen op onze website. Ik weet niet waarom ik zo met die kaarten gooide, want die moet ik ze allemaal bij elkaar rapen. Maar sterker nog, dat doen wij later wel even. Hier ligt er nog eentje. Fade Out heet het. Twee woorden, fade out. Even zoeken op de site. Vorig jaar waren we een weekendje naar Engeland. En daar hebben we een tour gedaan. Langs allerlei oude huizen. Ook wat spookhuizen genoemd. Waren we niet meer bewoond. De mensen die er ooit woonden, die dachten wegwezen. Want het waren rare dingen die daar gebeurden. We waren in een van de huizen. En ik zag van de ingegooide ruiten een stuk glas op de grond liggen. En ik zeg tegen de gids, zou ik dat mogen meenemen? Want ik heb een heel cool idee. Nou, zegt de gids, van mij mag het. Het is ook niet mijn glas. Dus ik heb het meegenomen naar Nederland. Wel laten bijslijpen, dat is heel scherp. Ik heb het een beetje vierkant vorm laten maken. Kijk, je hebt dan dit glaasje. Voor de rest niks bijzonders. Een stukje glas. Maar, ik ben erachter gekomen dat het glas toch wel een soort van speciale kracht heeft. Wat bedoel ik ermee? Stel voor, je hebt een spel kaarten. Geleend spel kaarten zijn, is allemaal geen probleem. En je zou iemand de kaart laten kiezen. Ergens uit het spel. Dus iemand pakt ergens een kaart. Maakt niet zo goed uit waar. Stel voor deze. Dat houden we even goed. Welke kaart het is. De kaart gaat terug in het spel. Nou, heb ik hier een kopje heet water. Ik kon even mee naar de camera en ik neem het glaasje ook even mee. Om te laten zien wat er gebeurt. Ik hoop dat we het een beetje in beeld kunnen brengen. Dan zie je, hier zie je het kopje. Dan zul je zien dat als je het glaasje ziet, als je het boven de vloeistof houdt, boven het water, dan verschijnt op dat glaasje een opdruk. En dat is dan, in dit geval, je gaat het goed kunnen zien. Het is wat lastig op beeld vast te leggen waarschijnlijk. Maar het is een klaveren 5. Het is wel lastig te zien tegen deze achtergrond. Ik zal het even zo doen. Als je erop ademt, kun je het ook zien. Een klaveren 5. Oké. Dit is de Spirit Glass, Pool Glass, Haunted Glass, net hoe je het noemt. Ik hoop dat het een beetje te zien was. Het is een beetje lastig te zien voor mij nu of het duidelijk op beeld staat. Meteen te herhalen met een ander resultaat als je dat wil. Dus stel iemand kiest voor een harte 2, verschijnen ook de harte 2 op. Spirit Glass kost €15. Gebruik je eigen kaartspel. Dus dat is het Spirit Glass. Dan een heel mooi boek. Subtle Card Creations van Nick Trost. Volume 5 alweer. Het is echt niet normaal hoeveel boeken daar worden uitgebracht. Meer dan 100 trucs staan erin.
12 hoofdstukken met alles wat je kunt bedenken. Goktrucs, met ESP-kaarten heb je trucs. Voorspellingen zie ik hier. Allerlei kaartroutines nog. Kaartonthullingen. Noem maar op. Nick Trost staat bekend. Toch ook wel heel bekende kaartroutines. Over het algemeen praktische kaartroutines die ook technisch niet heel moeilijk zijn. En dit is een aanvulling op de reeks die we al reeds hebben. We hebben hier volume 5 namelijk. Maar er bestaat uiteraard ook in volume 4. Er bestaat ook in volume 3. Er bestaat ook in volume 2. Dat hebben we ook allemaal als je dat graag zou willen. Allemaal zeer aan te raden boeken voor mensen die houden van eenvoudig te vertonen kaartroutines. Voor die idee, €45 deel 2, €45 deel 3, €55 deel 4 en €59 sorry, voor deel 5. Deel 1 is even niet meer op de markt. We hebben wel het The Card Magic of Nick Trost boek. Dus ook, niet echt deel 1, maar het is ook een boek. Ik heb ook nog in de verkoop. Allemaal te zien op onze site als je even zoekt op Nick Trost. De boeken. Dan kwam er net voordat ik deze update wilde uitbrengen, kwam er iets binnen. Een mysterieus bruin doosje. En hiervan hebben we een beperkt aantal exemplaren. Zeer beperkt. Wat is dit? Dit is de Cobra Vectra Reel. Ik heb er net snel even naar gekeken. Ik heb ook even een stukje van de instructie gekeken. Wat krijg je? Je krijgt Master Wax. Je krijgt een speciale houder. Je krijgt X2 draad. En uiteraard de Vectra Cobra Reel. Ik ga je niet precies vertellen hoe het werkt, maar er zit van alles bij. Je hebt schakelaar, draad, nog andere gekke dingetjes, elastiekjes, nog meer schakelaars, nog meer kabels voor schakelaars. Zo, blijft hij liggen. En de reel zelf. Nou, je hebt diverse reels op de markt. Je hebt de Spider-Pen, je hebt Tarantula, je hebt de ITR. Je had vroeger de UFC, Ultimate Float Controller, maar die is niet meer echt op de markt, zover ik weet. Deze reel blinkt eigenlijk uit in zijn eenvoud. Dus je ziet, het is gewoon een zwart kastje. Is ook niet de bedoeling dat je dit gaat vermommen als een pen, zoals bijvoorbeeld de Spider-Pen. Dit kastje is in principe gemaakt om draad op te winden. Dus op te rollen. En door de meegeleverde schakelaars kan het op een aantal manieren. Standaard moet je op een knopje drukken. Nou, daar heb je allerlei keuzes voor. Je hebt een schakelaar die je ergens kunt neerzetten. En dan, op het moment dat je dit aanraakt, begint de draad op te rollen. Je hebt mercury switches. Dat wil zeggen dat een schakelaar, als je het apparaatje een beetje kantelt, begint hij op te rollen. Er zit nog een andere schakelaar bij dat hij altijd aanstaat. Dat kan dus ook. Dan heb je hetzelfde als een Spider-Pen. En het is een kwestie van een plugje in het apparaatje stoppen en je hebt een andere schakelaar. Het is een verlengkabeltje. Een houdertje voor je reel. Nou, het is een heel cool gadget. Hij krijgt hele goede reviews. En vooral omdat het zo eenvoudig is, ook qua opbouw, kan er eigenlijk weinig aan stuk gaan als je daar normaal mee omgaat. Je kunt zelf makkelijk draad vervangen, makkelijk een spoel vervangen, batterij plaatsen. Het is niet fragiel gemaakt, het is degelijk en vooral simpel. Check even hierboven, draait nu een videootje al de hele tijd waar je effecten ziet met dit apparaat. Check ook even onze site voor een hele uitgebreide beschrijving van het ding. En je ziet onder andere hoe ze met het draad erop zit, want het werkt met de Vectra Line. Bijvoorbeeld zelfs een skateboard voorttrekken. Een skateboard, bergop. Nou, doe het even met één ander draad, wat je niet ziet. Dat wordt lastig. Dus dit is de Cobra Reel. Cobra Vectra Reel. Wat kost deze? Deze kost €199. Maar we hebben een beperkt aantal. Wordt ook maar een beperkte aantal gemaakt. Dus dit blijven ze niet produceren. Dat houdt een keer op. Probeer ik het even terug op. Want volgens mij heb ik één dingetje wat ik even moet melden. Ja, dat klopt. Eén dingetje. En dat is het volgende. In maart hebben we weer een nieuwe goochelcursus. De februari versie zit erop, bijna. Volgende week maandag hebben wij de laatste keer, van deze ronde. 16 maart beginnen wij met de derde ronde. Oftewel de tweede van 2015, maar de derde ronde. Heb je zin om mee te doen? Er zijn nog plaatsen vrij. Mocht het je helpen, de mensen die tot nu toe de eerste ronde hebben gedaan, vragen nagenoeg allemaal. Als er een tweede ronde komt, laat het even weten, dan willen wij er absoluut bij zijn. Dat zegt iets over de eerste ronde. Je leert echt heel veel. Zoveel dat mensen zeiden, hoe moeten we het allemaal onthouden? Dat ik zei, geen probleem, we maken daar een DVD van.
Toen ik dat gezegd had, dacht ik, hoe gaan we die maken en wanneer gaan we die maken? Nou, we hebben die professioneel laten produceren. Die komt maandag fysiek hier op voorraad ook. Het is een hele uitgebreide DVD met ongeveer een 50-tal moves, routines, noem maar op wat je leert. Je leert goochelen met kaarten, met munten, met elastiekjes, met sponsballen, met touw. Je leert dingen zweven. Gimmicks hebben we erin zitten. Ik moet even denken waar we nog meer hadden. Cups en balls zit erin. En alles wat daar omheen hangt. Zo'n 50-tal moves en noem maar op. Prijs €125 voor 3 avonden. Inclusief een cursuspakket. En iedereen die de cursus doet, krijgt die DVD er ook bij. Dus in principe kun je altijd terugkijken en altijd terugleren wat je op de cursusavonden hebt geleerd. Dus 16, 23 en 30 maart. Goochelcursus. Beginnerscursus. In de Dynamite Magic Shop hier aan deze tafel. Eén dingetje nog. Inderdaad, schiet me nu te binnen. Jay Sankey komt een lezing geven op 10 maart. We hebben nog niet heel veel inschrijvingen. We zijn gewend dat het op het laatste moment allemaal komt tegenwoordig. Maar hou er rekening mee dat de lezing waarschijnlijk, doordat de locaties waar we normaal zitten, in de winkel zal moeten plaatsvinden. En dan hebben wij een maximum aantal mensen, als ik heel goed ga uitruimen hier, van echt maximaal 30 mensen. Nou, we hebben wel een aantal inschrijvingen, dus er zijn niet superveel plaatsen meer vrij. Dus als je echt wil komen, reserveer een plek voor jezelf, anders heb je straks pech. Ik hoop dat we nog een andere plaats kunnen vinden waar we de lezing kunnen laten plaatsvinden, zodat we meer mensen kunnen plaatsen. Maar ik kan het niet garanderen. Dus wil je erbij zijn, lezing Jay Sankey, 10 maart, geef je dan snel op via onze site. Rubriek, kaartjes, lezingen, aanklikken, betalen en klaar. Hetzelfde voor de goochelcursus ook. Heb je aan de linkerkant in alle categorieën heb je de categorie een goochelcursus. Kun je gewoon opgeven en dan komt het helemaal in orde. Ik ben niks vergeten. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei doei.